Dames en heren, omdat de vorige horror map was bevallen, ga ik vandaag weer een adventure horror map spelen in Minecraft. Ik heb de Silent Hill resource pack, maar welk level we gaan spelen, dat zie je pas na het intro. Okay, people, let's go to work. Yeah, en we zitten zomaar in de game en mijn game mode is upgedate en hier staan weer allemaal regeltjes. Insert key here to start. Insert key. Oké, we moeten dus daar een sleutel krijgen. Je wilt nooit meer het licht zien, staat er. Een custom map gemaakt door Bikercraft en dit is een horror map. Ze willen je waarschuwen dat je wel voorbereid bent dat het echt een horror map is. De sound moet 100% aan. Music of particles min, dat heb ik. Peaceful mode. Zitten we in peaceful mode? Even kijken. Peaceful mode zitten we. Brightness 100%. Dat is voor het eerst dat ik dat zie. Brightness. Even kijken. Ze moeten dus op 100% zetten. Wauw. Dat zie je niet vaak. Render distance op tiny. Even zoeken. Waar staat dat? Render distance. Hier ergens. Render distance. Ik denk deze dan. Oh, waar zit ik nou in? Hoppakee. Oké, hier zie ik een soort van... wat is dit? Oh, dit is een lever en een introduction. Oké, we kunnen het boek lezen. Wat apart, joh. Nou, dat kun je allemaal zelf lezen door gewoon te pauzeren. Ik heb er even geen zin om te lezen. Ik heb een lever en ik denk dat ik hier de lever op moet zetten. Insert key here to start. Oké. Waar moet ik hem neerzetten dan? Ik moet hem ergens neerzetten, jongens. Laat me kijken. Waar is mijn lever? Oh, daar. Zo, wow, mijn skelettenhoofd. Hier zo? Ja, kijk. You just earned achievement. Nou, dat is mooi. We zitten gelijk in game. Wow. The monks of the ministry of Krakow welcome you. Al worden verwelkomd. Ik zie een deur. Kunnen we daar doorheen? We kunnen niet door deze versleten deur. Had het dan gesmeerd. Oh, de maan weer. Hele mooie maan weer. En ik zie hier hele mooie roosjes. Ik wil naar binnen. Nou, dan niet. Ik ga het pad gewoon volgen. En ik zie heel weinig. Ik zie een soort van ander struikje. Catacomb en de monastery. Ik weet uit mijn hoofd, we moeten naar de monastery. Dus ik ga gewoon hier naar voren. En het is een button. Oké. Leave, verlaat. Ik zie licht in de verte. Ik weet niet zo goed waar we nu zitten. Ik denk binnenin. En ik zie echt verdomd weinig. Ik zie net zoveel als jullie. Dus wees niet bang. En ik hoop dat we dadelijk wat meer gaan zien. Ik zie hier een luikje. Wow, daar kunnen we in. Ik denk dat het luikje maar inga. Ik denk dat het er wel vrolijk uitziet beneden. Wow. En waar zitten we ergens, jongens? Gaan we de grond in? To access the old ministry. Insert key and press the button. Ik denk niet dat we hier erin kunnen, want we hebben nog geen sleutel. Dus ik denk dat we weer terug moeten gaan. En dan moeten we zoeken naar een sleutel. Dat gok ik. We gaan het laddertje weer op. Zo. Nou, ik ga even de boel verder verkennen. Want de gang ging volgens mij nog verder door. Oh, that sound. Ja. Wat hebben we hier? We hebben nog helemaal niks. We kunnen hier niks doen. Oké, dit loopt een soort van dood, denk ik. Dus ik denk dat we weer hier uitgaan. En dat we naar buiten gaan. En dan moet ik toch naar de catacombs. Even kijken, hoe kwamen we de catacombs? Potje volgen, naar links. Oké. En dan hoop ik dat we in de catacombs, dat zijn de catacomben. Daar wil je niet graag heen, dat weet ik. Hoe komen we daar binnen? Hele aparte texture pack, dat zie ik nu al. Maar je kan ook niet binnen in die catacombs. Wat is dit nou? Catacombs, ik wil naar binnen! Kan ik niet naar binnen? Kan ik iets slopen? Nee, dat kan ik allemaal niet slopen natuurlijk. We moeten zoeken naar sleutel, mensen. Had ik die sleutel nog? Nee, die heb ik niet meer. Mijn hele inventory is geleegd. Ik ga gewoon even zoeken hier. Want wie weet vinden we wel iets. Hier kwam vandaan.
Wow, wat is dat? Seeds. Oh, seeds heb ik niet nodig, joh. Hup. Wat is dit trouwens? Here lies Father Janik. The one who brought fate to Poland by God's grace. Oh, hier ligt dus een... Het is dus een klein begraafplaatsje. Hartstikke vredig hier. Hartstikke leuk. Oh, hier staat nog meer, joh. Allemaal mensen zijn hier dood. Klein kerkhofje voor dit gebouw. Ik denk dat we binnen toch moeten zijn. Gok ik. Want ik zie voor de rest ook niet waar ik een sleutel kan vinden. Dus ik denk dat we gewoon weer even binnen moeten gaan kijken. Zo. En even goed zoeken omheen. Of ik iets vind. Ik ga nog eens beneden kijken, jongens. Ik kan hier een trap op. Ik had die trap nog niet eerder gezien. We gaan naar boven toe. En daar vinden we namelijk een boekenkast en een tafeltje. Het ziet er wel ook al nog verder omhoog trouwens. Wat is hier zo? Het ziet eruit als een soort kerk. Of iets van... Ja. Wow! Holy shit. Wat was dat? Oké, ik ben niet heel erg gelovig, maar het is wel een soort van met demonische dingen te maken, heb ik het gevoel. En hier wil ik niet echt zijn meer. Dus ik ga even een stapje naar boven. Oh, damn. Oké, dat was best wel een creepy geluid nog. Oké, we zitten weer een verdieping hoger. In de hoop dat we hier wat kunnen vinden, helemaal niks. Klein kantoortje lijkt het net. We kunnen nog hoger gaan. Best wel een hoog gebouw. Wat vinden we hier allemaal? Papieren, een letter en een catacomb. Nou, die pakken we. Ik pak die letter ook even. Wat staat er in de letter? Je kan poseren als je het wil lezen. Oké, ik heb een sleutel voor de catacombs. Oké, dat betekent dus dat we deze naar buiten moeten meenemen. En dat we dus deze niet moeten gebruiken voor... onder de grond. Of dat zou eventueel naar de catacomben moeten leiden. Maar ik ga hem gewoon gebruiken voor de ingang van de catacombs. Oké. Ik ben benieuwd of er wat gebeurt. Ik denk het niet. Ik denk dat ik gewoon heel vredig hier uit dit gebouw kan lopen. Waar is die deur? Hier zo? Ja, kijk. Ja. Nu gaan we naar de catacombs. En dan ga ik kijken of deze deur... Of deze lever... geschikt is voor de deur. Dat is altijd de vraag. Ik plaats hem daarop. Oh shit, oké. We kunnen naar binnen. Een heel smal trappetje. Ik volg hem maar heel netjes. En we moeten uitkijken of dat als er dadelijk wat komt, dat we het vernietigen met onze hand. Het enige wapen wat we hebben is nu een hand. We hebben geen chop chop knife. We kunnen niks doen dan enkel deze catacomb verkennen. Het is heel donker en ik zie heel weinig. En we moeten het er maar mee doen. Oké. Ik weet niet of we dat mogen slopen. Maar er zit wel een secret key bij. En ik pak die dingen maar niet op. Ik heb ook een epitap. Ik weet niet wat een epitap is. Here lies the rest of Father's Bosniak. Protect of the seal. Oh, dit is een grafsteen. Oh, en er zitten allemaal resten in van rotten flesh. Bleh. Maar we hebben wel een secret key. En daarmee kunnen we misschien wat andere dingen mee doen. Maar blijkbaar mag je dus glas wel slopen. En waar zullen we die sleutel in steken? Daar kunnen we ook niet in. En die sleutel, wat kunnen we daarvoor... We kunnen nog lagen, joh. Ik heb een boek bij me. Ik zal maar niet gaan stoken bij me.
kunnen hier ook helemaal niks doen. Oké, ik kan helemaal niks doen hier. Het is ook echt donker en het is stil en ik hoor maar niks. Weten we zeker dat we alles hebben ontdekt hier in die catacomb? Het is een heel kleine catacomb. Ik had verwacht dat het echt een hele grote ruimte was, maar het valt echt ontzettend mee. En dat is alleen maar positief. Want dan kan ik namelijk niet de weg kwijtraken. Maar we hebben een sleutel. En ik weet niet of we die kunnen gebruiken. En ik weet ook niet of ik deze lever kan slopen. Oké, ik neem deze lever gewoon mee. En dan wil ik die sleutel wil ik gebruiken voor de deur beneden. Oké, we gaan weer door de deur heen. Wat zijn die lichten daar? Volgens mij zijn dat de sterren die door het glas heen gaan. Naar beneden toe. Ik ga eerst kijken of ik die secret key ergens van voor kan gebruiken. Want misschien kunnen we die wel gebruiken voor die deur. Ja! Oké, dan gaan we die lever weghalen. Want die hebben we dan niet nodig. Oké, we zijn er doorheen, jongens. We hebben uit de catacombs de sleutel gehaald. Uit eigenlijk de grafsteen. En we zijn nu door het volgende stuk. Onderin. De creepy dingetjes. En wat is hier? Oké. Ik heb op mijn lever geklikt. Oh shit, die muziek is wel echt heel creepy gedaan. En je weet nooit wat je kan verwachten. Dat is het gave. Oh, shit, shit, shit. Away, ga weg. Ik ga niet weg. Hier moet een lever op. Gaan we die zoeken? Die gaan we gelijk zoeken. Oké, gaan we onthouden, ja? Daar hoort een lever. Oh, shit, wat hoorde ik? Oh, dat was echt creepy, joh. Na, 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 na. Wat een deur, wat een mooie deur. Ik hoor water. Wat hebben we hier zo? We hadden daar een gat waar we heen konden. Deze loopt helemaal door naar achter. En ik zie van die hekken staan. Oké, daar kunnen we niet heen. Hier kunnen we wel heen. En er mag echt wel eens een lichtje worden gemaakt. Oh, wat is dit dan? Een lever en we hebben een boek. Oh, jeetje. Oké, dat hekwerk is naar beneden gegaan. Daar ben ik niet zo blij mee. Ik zie hier een hoofd wat is gespiesd. En dat staat op een... Oh. Dat moet gewoon laten staan. Oké, ik ga via de bovenkant ga ik weg, want het hek was naar beneden gegaan. Blijkbaar weet iemand dus dat ik hier ben. Wat ik niet zo heel fijn vind. Oké, we zijn ontsnapt. En ik heb de lever. En we hebben ook Epitap. He is gone. You will not find God in this place. Je vindt God niet in zijn plaats. Hij heeft me verlaten. Hij heeft me niet kunnen redden. God, waarom heb je me verlaten? God, waarom heb je me verlaten? God, waarom heb je me verlaten? Oké, heel mooie tekst. Heel mooi posee. Posee. En we hebben een lever voor die deur. En ik weet precies welke deur het is. Namelijk deze deur. Oh. Oké, dat ging snel. We zijn nu verder bij het volgende stuk. En wat gaat gebeuren? I don't know. Oh. Holy shit. Fuck. Holy shit, hey. Oké, dat was niet cool. Oh my god, jongens. Oh, dat spinnerang is wel vet, het kopweb. Nee, niet vastzitten! Zo. Oké, we hebben een boek. Nou, pepers hoeven niet op te pakken. Wat zou... Dag, meneer. Een lever hebben we, een darknessboek. Waar kijkt u naar, meneer? Wat een prachtige serie. Wat een prachtige serie kijkt u. Is dat niet gewoon Dracula of zo?
Oh, we kunnen hierheen. Ziet het er veilig uit? Ja, het ziet er allemaal veilig uit. En hier hebben we ladders. We kunnen een broek aandoen. Laat ik dat maar gelijk doen. Zo, ik heb een broekje aan. Een mooie spiegel. Dat water is wel gaaf gedaan, joh. Dat beweegt helemaal. Oké, okay, awesome. We hebben ook een nieuw boek. Het beest is a hat. Het beest kan niet gestopt worden. The seal of God saved us. In darkness we must stay to survive. Oké, okay, blijkt dus dat er een beest rondzwerft. Wat we net hebben gezien, wat ik niet echt fijn vond om te zien en om te horen. Generator room. Kijk hier binnen. De energy machine. Sticks vinden we hier. Ik wil eigenlijk wel een stick meenemen, want daar kunnen we wel mee choppen. Mocht hem zien, dan zegt hij: chop, chop, chop! Misschien moeten we hier wel levers aan doen, dat weet ik niet zeker. Ik weet niet wat voor machine het is, maar we hebben hier de lever. En ik weet niet hoe dat ding heet. Hij heeft niet echt een naam. Dus ik denk niet dat we dat ding kunnen activeren. Het is een furnace. Oké, okay, leuk voor de furnace. Machine room, onthoud jongens. Ik pak mijn stick. Dat beest kan elk moment komen. Nee, kom niet. Nee, nee, nee. Oké, okay, kijk, okay. Nee. Oké, doorlopen, doorlopen. Niks, niks aan de hand. Oké, okay, we kunnen die deur niet openen. Dus we moeten een lever gaan plaatsen, denk ik. Maar hoe doen we dat? Ik denk daarboven plaatsen. Dat gaat niet. De grond gaat ook niet. Ik denk niet dat we daar een lever... Ga weg. Moeten we hier een lever plaatsen? Nee, daar hoeven we geen lever te plaatsen. Ik denk dat de lever dus op de machine moet plaatsen. Ik ga het gewoon proberen. Ik sluit wel de deur achter me. Zo. Oké, die doet daar niks. Even kijken hoor. Moeten we hem hierop plaatsen? Ja, ik weet het niet zeker hoor. Misschien hierop. Ook niet. Jongens, help me mee! Is dat hem? Ik weet niet. Heb ik hem gefixt? Ik weet niet of dit goed was wat ik heb gedaan. Maar ik heb een licht aangedaan. En ik weet niet wat we hier moeten verbranden. Laat me nog even dit boek lezen. Nee, boek lezen. This machine is wasting too much energy. We have the old electricity mechanism working yet. But as long as this machine is off, the seal's beast will not be discovered by intruders who wants to wake it up. Oké, okay, tof. Klinkt allemaal heel vrolijk. En ik denk dat hij nu aanstaat. Dat hoop ik. Ja, ik kan hem proberen om daar beneden dit te plaatsen. Maar ik denk niet dat het hem lukt daar. Nee. Ik ga hem gewoon hier binnen zetten zo. Hierop. In de hoop dat hij nu aanstaat, de machine. Oké, okay, die deur kunnen we niet doorheen. We gaan hier maar even heen. Misschien kunnen we hier nog wat vinden namelijk. In plaats van twee kisten. Vinden we hier nog een kist. Daar hebben we al in gekeken. Nou, oh, hier zit nog wat. Oh, kijk. Ik weet niet of we hier dat mogen kapot maken. Denk het niet. Oké, hier vind ik helemaal niks. Hier waren we ook al geweest, hè? Ja, hier zit zaad in. Melon seeds. Ik neem hem maar gewoon mee. Is er wat mee? Ik weet niet of we meloenzaadjes erin moeten doen. Kan je papier verbranden? Ik weet het niet.
Moet ik daar niet de level op doen? Wacht even. Oh, er gebeurt wat. Ja. Oké. Hij doet het nu. Yes, puzzel opgelost. Waar is mijn stick? Ik wil mijn stick, jongens. Ik voel me niet veilig zonder stick. Oké. Dat beest mag niet komen nu, hè. De deur is open. Oké, we zitten in de volgende ruimte. Holy shit. Is dit een puzzel? Een jump puzzel of zo? Hier is er wel een ladder. Ik vertrouw het niet. Kom maar, beest! Oké, moet ik hier naar beneden vallen, denk je? Ja, ik doe het maar. Oh! Zo, net op tijd. 11VC-cijfer. Ik gooi die boeken allemaal even in mijn inventory. Ik wil alleen mijn stok hebben. Oh, dat geluid, jongen. Dat wordt steeds harder. I don't like. Waar moeten we staan? Ik hoor voetstappen. Ah, ga weg. Oh, crap. Het geluid wordt steeds harder. Kunnen we hierin? Ja. Hele lange gang. Of we aan de catacomb zitten, weet ik niet. Oh. We komen in een nieuw gebied. Onder de grond ergens. Oh, ik ga naar beneden vallen. Nee, een ladder. Oh. Holy Bible. Hou op. Anyone, please destroy the place for God's sake. There's no longer a holy place. Not anymore. Don't let Satan take your soul. Destroy him. We moeten... Is dit Satan? Vernietig! Moet ik je hoofd eraf slaan? Hoppakee. Dood. Ik heb de Holy Bible bij me, dus niemand komt in mijn buurt. Niemand kan me verslaan. Ik vernietig jullie allemaal. Stomme beest. Hoppakee. Ik vind niet gewoon al die hoofd hoor. Hoppakee. Ik zit vast, jongens. What the fuck gebeurt er? Holy fuck, wat is dit nou, jongens? Ik word elke keer geteleporteerd naar alles. En ik kom niet vooruit. What the fuck is dit, jongens? Is dat een gat? Damn! Teringhoofd! Ik vernietig je! Oh man, jongens. We hebben het gehaald. Yeah! Thanks for playing. Cookies! Oh my god, lekkere cookies. Nom, taartje. Taartje. Wat meer cookies! Thanks for playing this map. Bedankt voor het spelen van de map. Geef feedback op de forums. And now just some candies to handle the jumpscares. Oké. We krijgen wat koekjes voor de jumpscares. Dames en heren, dit was de Adventure geestige map. En ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En laat vooral een like achter. En dan zie ik je volgende keer terug. En misschien volgende week alweer met een nieuwe Adventure horror map. Doei!